In de binnenstad heerst er nog niet echt een kerstsfeer. Onze nieuwsdienst was op pad en vroeg aan enkele burgers of ze kerst vieren en wat hun kerstwens is. Kijkers, we staan in de vooravond van kerst en we zijn in de binnenstad op zoek naar wat kerstwensen van de Surinaamse burgers. We hopen de beste kerstwensen te vinden van ieder die maar langs loopt. Kijkt u mee. Viert u ook kerst? Ja, nee. Ja, nee? Nee. Oké, maar heeft u tenminste een kerstwens? Vrede. De hele wereld. Maar dat we onderling met elkaar echt luisteren. Luisteren naar elkaar, maar ook meenemen met elkaar. Als we luisteren naar elkaar, dan komen we een stukje verder. Dat is mijn wens. Wat is je kerstwens voor 2019? Ik wens aan iedereen een vrolijk kerst. En 2020 wil ik een goede nieuws van ieder horen. Wat er ook gebeurt in 2019. Wat er was gebeurd in 2019, moet niet in 2020 gebeuren. Helemaal, dat is een hele mooie. Vier jij wel kerst? Eigenlijk ja wel. Mm-hmm. En wat is jouw kerstwens voor jezelf en voor Suriname? Ik wens mezelf heel veel kracht en liefde. En wat ik voor Suriname zou wensen is dat je Suriname. Wat ik wens voor Suriname is dat Suriname de Heer. Ernstig zullen dienen en ik wens jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een gezonde jaar. Ja. Hetzelfde. Dankjewel. One day for kerst en Owan Sap Efi Ap One Kerstwens. Giyu Nanga Gisranang. Merci, je me bigel la sama. De passe van Bouyalinga, van Bouyfeest, mais que de Libibonga de Sefi, because my destiny, no, no, mais que de profiter. Merci. Tot zover een verslag van ATV-verslaggeefster Sifra Goudland vanuit de binnenstad. Die vroeg de mensen over de heersende kerstsfeer op dit moment.